Als ik toch kijk hier aan de binnenkant van de loods. dan is de loods toch wat korter dan aan de buitenkant. Dus ze zijn gaan meten en toen bleek dat aan de achterkant een wand zat. Daar zijn ze op gaan kloppen. En toen merkten ze er moet nog iets achter zitten. Ze hebben die wand weggebroken en toen zaten daar Heineken en Doden erachter in twee celletjes. Met de handen vastgebonden, geklonken aan, aan de muur. Gewoon verschrikkelijk.